Dus we krijgen die kunstmest in big bags. Dan gooien we dan in een overladenwagen. En dan via die vijzel bevullen we de kunstmest strooien. Dat gaat sneller. En daar vliegt nu weer een vierde drone. De week begint onstuimig voor Kees. Want er vliegen 's nachts weer Russische drones over zijn huis heen. En hoe kan je dat toch gewoon doen? Een land zo bestoken. Gewone burgers zo bestoken. Van die angstaanjagende drones. Je ziet natuurlijk niks, maar ik hoor hem in de verte. Hij vliegt dus niet zo dichtbij als die vorige, maar nu 4 drones in 1 nacht. Ik kan niet zeggen wat het was, maar het is een heldere nacht. Maar heel in de verte, ja, gerommel, ja, explosies waarschijnlijk. Nou, zoveel luchtafweer. Een eentje gehoord. En een tweede. En die Shahid kamikaze drones. Er zijn dus net 3 van die Shahid drones overgevlogen. Heb ik nog nooit meegemaakt. Een paar maanden geleden hadden we dus 2 nachten achter elkaar, elke nacht 1. Maar het is weer angstaanjagend. En ook zo machteloos, want je wil graag wat doen, maar je kan niks doen en je wacht maar tot hij voorbij vliegt en hopelijk dus niet op jou neerkomt. Ik heb net even internet gecheckt. Luchtalarm is over. Dus we kunnen weer rustig slapen. Jullie ook wat rust allemaal. 'S Ochtends, als Kees wat bekomen is van de schrik, vertelt hij meer over de droneaanvallen van vannacht. Want wat gebeurde daar nou precies? Vannacht is een droneaanval weer gehad op Oekraïne van die kamikaze drones, die Shahid kamikaze drones, door Rusland afgevuurd. Laatst vanochtend op het nieuws dat er 39 afgeschoten zijn en 35 neergehaald. En totaal zijn er dus bij ons hier over de boerderij, ja, niet helemaal recht over het huis, maar in elk geval op gehoorafstand 4 overgevlogen. Ik weet dus niet of die 4 dan wel net of niet neergehaald zijn. Maar goed, wij hebben het ook wel weer overleefd. Maar het is verschrikkelijk angstaanjagend. En deze drones waren die vlogen een kilometer afstand, of misschien 2,5 kilometer afstand van onze boerderij voorbij. Dus dan hoor je niet zo goed of ze dichterbij komen of verder weg, of weer van je afvliegen. Dus dan is er 4 stuks totaal ook zelfs. Dus dan ben je vrij lang in de onzekerheid of ze dichterbij komen of niet. En als ze dichterbij komen, dan wordt het helemaal spannend natuurlijk, want dan kan die boven je hoofd uit de lucht vallen. De kans is nog steeds relatief vrij klein, maar het is een vrij machteloos gevoel. En ik hoop dat er gauw wat gebeurt, zodat die Russen echt weer terug in een hok gaan. Kees is onderweg naar Moldavië, naar boer Alexei. Daar neemt hij een kijkje op zijn grote land, 9500 hectare in totaal. Eenmaal op het terrein ziet Kees al direct allerlei moois. Daarachter staat een nieuwe vent rups trekken.
А цей фен тільки що привезли, так? Да? Так, йдемо там насчет как ми. А, бочки. Бочки хотіли. Да. Може бути тобі тема інтересна. Вот ми як делаем. І спереди, і ззаді. Він збалансувався. Ага. Ну это мы сами. Тут 3000 литров. Да, 3000 литр. И тут 2700. И да, 2700 литр. А для чего эти бочки? Это ЖКУ или КАЗ. Это все. Это здесь for vloeibare kunstmest. А... Het is voor het eerst dat Kees bij Alexei is, die verschillende soorten graan produceert. De boer uit Moldavië is al vaker bij Kees in Oekraïne geweest. Maar nu dus de beurt aan Kees om eens bij hem te kijken. Je leert er altijd iets van. En op de zaaimachine nog 2 tonnen bij elkaar, alles 7700 liter. Там сборка разная была. 30.000 тонн обслаг. В 2014 gebaut. Погрузка через верх, разгрузка через. Ze kunnen tot 1800 ton per 24 uur drogen. Er zijn 2 silo's van 500 ton voor de natte mais bijvoorbeeld. En dan hier een enorme droger. Doet 1800 ton in 24 uur af. Uiteindelijk afhankelijk van de vochtigheidspercentage. 100 ton помещается в сушилке сразу. Hij heeft ook een spoorweg. Een weegbrug onder de laden voor het laden van de wagons. Als je 25 wagons heeft, dat is. Als je nodig hebt, 25 за денег. Als je van 8 tot 10 или до 11, dan можно и 25. Hij kan 25 wagons in een dag laden. Maar goed, het is de export uit Roemenië is nogal lastig. Uit Roemenië, uit Moldavië, gaat veel via Roemenië en dat gaat met vrachtauto's. Omdat er ook verschillende spoorbreedte is natuurlijk weer in Moldavië en in Roemenië. En Moldavië heeft maar een klein haventje aan de Donau. Dus dat is ook beperkte capaciteit. Dat is dan de weegbrug en daarachter. Hij exporteerde dus vroeger veel via Djurdjelest, dat is de haven van de Donau. En ook naar via Runi, dat is een kleine haven in Oekraïne aan de Donau. Maar daar brengen ze nu natuurlijk niet meer naartoe, omdat die vol zit met Oekraïns graan. Dus vroeger deden Moldaviërs dus nog veel via Runi. En met al wat Oekraïns graan is dat dus ook niet mogelijk. Dus zij doen nu heel veel, meest via vrachtauto's naar Roemenië. Dus de oorlog heeft ook dus niet alleen gevolgen voor Oekraïnse boeren rechtstreeks, maar ook voor Moldavische boeren zoals Alexei. Die dus ook last heeft van de exportmogelijkheden, die beperkt zijn. Dus. Hier laat hij ons het watersysteem zien, en ook voor de spuit, dat hij goed spuitwater heeft. Een project waar hij mee bezig is. Hier pompt hij 10 kuub per uur uit een bron. En dan gaat hij in die vaat op. Daar onder de grond heeft hij ook nog wateropslag. Ah, betonnen jammer, hè? Betonnen jammer, ja. Она так и была, тут просто мы ее переделывали. Да, не затрала, это Софья-тайд. 270 кубов. Бейте реконструирует. С этого, отсюда из-под земли идет в осмос, там осмос у нас. И на хоть и да, надо осмоза фильтр. 13 кубов в час. Ого, я могу хоть сказать, от брон помпт и дарин, да гадет и рахте мне надо осмоза. Dat is 13 kuub per uur en vanuit het osmosefilter gaat het hier naartoe en dan is het eigenlijk gewoon hartstikke schoon water. En dan maakt hij zijn eigen vloeibare kunstmest. En hij gebruikt het ook voor het spuiten.
En dan komt Kees ook een constructie tegen die hem maar al te bekend voorkomt. En hier heeft hij de mengfabriek voor zijn kunstmest. En heeft hij een beetje van ons gekopieerd. Dat is dit mengvat hier. Zijn naastje karotje, hè? Ja, dat was het. Dit heeft hij bij ons gekopieerd. En de rest heeft hij er zelf bij bedacht. En hier mengt hij dus verschillende soorten kunstmest voor zijn eigen gebruik. Dat is super. Wat doen we hier? Давай начнем с того, что пестициды, как и у вас, приходит поддон, привозит там несколько, вот тут стоят, и два человека кидают тут. Мы стоят два насоса мощных, вот видите там. Ага. Два насоса. Они оба забирают снизу и кидают наверх, или кидают через фильтра и на машину. А цена заправка, да, так? Да, да. Это тоже машина заезжает. Большая машина, тут химия, мы через реактор смешиваем, если надо, а если нет, сразу на машину, как и у вас. Если можно, если, допустим, там порошковый или что-то там, или микроэлемент, или который тяжело, мы пускаем через них, он на 20 кубов смешивается, тут есть сзади. А ну откроем. Айча, Айча? А вы? Да. Ну ладно. Тут два насоса мощных, вот видите? Ага. Они берут снизу и кидают наверх. Для смешивания? На смешивание. И есть мешалка тоже еще мощная. Ага, в середине? В середине, да. Сейчас. А это для обогрев? Да. Для обогрев или для охлаждения, что надо. Сейчас я раз. Вот, видишь? Ага. Мешалка. И плюс снизу забирает и сверху кидает. И тут обогрев. Если мне надо. Вот мы делали прошлой зимой, мы грели. Сейчас я покажу котельные. И мы делали каз. Как я сказал, 1400 гектаров колзаад. Персил als laatst gezaaid in 24 september. Nog harne ripak. Harne? Mooie koolzaad. Met gorsom na 35 centimeter, tak? Dali. Aha. Ale tut budit, dívejte. Budit. Niet super, ale budit. Hier heeft hij met de John Deere zaaimachine, net zo eentje als wij hebben, de graanzaaimachine, rechtstreeks gezaaid. Я просто остановлюсь там, где на 35, бы вам интересно больше. Dit zijn tarwe. Maar zonder broodje, dat is wat je pšenica. Тоже моя пшеница, тоже после подсолнуха, но это 1890 засеяно комплексом. Сейчас дышь. Tarwe на соя, met de John Deere gezaaid, 1890. Net zo'n zaaimachine als wij hebben. Prachtige tarwe. Weinig vocht. Я не копал никак положено, но... Смотри. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 uitlopers. А я что было краще? Ячмина 35 на 19. По прошлому году было лучше на 19. Но мне кажется, тут мы можем останавливаться и там. Там тоже неплохо, вы же видели. Но мне лучше это нравится, как он себе показывает. Это vorig jaar was op 19 сантиметров rijafstand beter. И надо меньше сеять. Если условия есть, просто надо меньше сеять. Это, maar je moet natuurlijk ook minder zaaien. 1 800 000, 2 от силы. Dus 180 zaadjes per vierkante meter.
Maar goed, als het dus een droog jaar wordt, is dit sowieso beter. Na een paar uur op andermans land gaat Kees met frisse energie weer terug naar zijn eigen bedrijf in Oekraïne. Ook hier gaat hij direct het land op, want hoe is het eigenlijk met zijn eigen land? Hier in dit perceel stonden vorig jaar wortels. Is in de herfst niet meer gelukt om te bewerken. We hebben het voorjaar, dus nu eind februari, gedaan met de tiger. Daarna met de schijven een beetje vlak gemaakt met de rubien, Limke rubien. En zijn we nu kunstmest aan het strooien. Daar moet ook een beetje regen op, maar dat staat in de voorspelling. En daarachter is de kunstmest strooien. Dit zijn de slangetjes uit de wortels. Netjes opgeperst. Dat gaat terug naar de recycling. En daar worden weer nieuwe slangetjes van gemaakt. En we krijgen die kunstmest in big bags. Dan gooien we dan in een overladenwagen. En dan via die vijzel bevullen we de kunstmeststrooien. Dat gaat sneller. En dan kan die trekken met die overladenwagen. Die kan ook bijvoorbeeld daar naar het eind rijden. Als die kunstmeststrooien dan daar leeg is, staat die overladenwagen er al te wachten op. Dan heb je hem een paar minuten vol. En dan kan je weer verder. Want anders moet je dit geklojo altijd doen boven die kunstmeststrooier. Dat duurt allemaal veel te lang. Eigenlijk prachtig mooie gelijkmatige gerst. In de herfst meer over de opbrengst, of in de herfst en de zomer, begin juli. Steeds bezig met een rondje langs de velden. En hier staan we op de wintergerst. Staat er eigenlijk prachtig bij. In vergelijking met Alexei in Moldavië is deze een stuk lager. Maar die van Alexei was ik denk ook vrij vroeg gezaaid en die is wat te groot gegroeid. Misschien af. Dat is onze vrachtauto. Transporteert mest van de koeienstal naar het land. En dit is dus onze wintergerst. Als de omstandigheden het seizoen een beetje goed worden, dan staat hier gewoon 9 ton gerst. Maar als het een beetje tegen zit, kan het ook gewoon 6 ton gerst worden. Of 5. Of 5 is wel heel laag. Ja, nooit te laag gaan zitten, Kees. De lente lijkt wel door te komen, ook in Oekraïne. Maar we kennen allemaal de uitspraak, maart roert zijn staart. Deze week was er dan ook weer sneeuw te zien bij Kees. Gisteravond is het dus begonnen met sneeuw, 's nachts heeft het gesneeuwd. Mooi vocht en vannacht heeft het weer. En dan ben je elke dag een beetje natte regen. Dus zo ziet het er nu uit, ongeveer halverwege maart. Dus dat is eigenlijk perfect. Mooi de kunstmest gestrooid. Die regent nu mooi de grond in.
zijn. We moeten nog iets van 2.500, 3.000 hectare kunstmest strooien voor de zomergewassen. Dus dat kan mooi na deze regen, vlak voor het zaaien. Dat komt er ook allemaal goed. Dus, genoeg vocht, het is wel droog. In de grond. Dus we hebben wel regen nodig, vocht nodig. Maar goed, er kan er van alles gebeuren. Vorig jaar heeft het de hele maand april geregend, ongeveer elke dag. Dus het is niet gezegd dat het dit jaar niet kan gebeuren. Maar goed, dat is het lot van de akkerbouwer. En dat maakt het ook mooi en spannend. En elk jaar weer anders. En dat nu met die oorlog kan ik dat ook waarderen. Vroeger was er natuurlijk enorme problemen. Regen, te nat, te droog, te warm, te koud. Maar nu je oorlog meegemaakt hebt, zijn het eigenlijk allemaal maar kleine probleempjes. Dus daar genieten we er maar van.